Kijk, dit is het middel, pagina 14, apocine, waar ik het mee wil vergelijken. Even iets drinken. De middel lijkt heel erg veel op apis in veel aspecten, maar het is namelijk ook de oedeemvorming. Het past vooral bij functionele stoornissen van de nieren, waarbij het hele afscheidingssysteem, mechanismen enzovoorts op hol slaan. Er komt niks meer uit. Geen urine, geen zweet, speeksel, niks. Er is geen afscheiding meer. Bij andere middelen, zoals bijvoorbeeld Digitalis, Parera Brava, Sabal Cerulata, Chimafila, dat zijn bijvoorbeeld middelen die je vooral geeft, omdat bijvoorbeeld de prostaat bij mannen zo groot is geworden dat het urineren gewoon een groot probleem is geworden. Ja. Dus heb je echt een organisch, structureel probleem in waardoor dat urineren niet meer goed gaat. Maar hier is er dus geen duidelijke reden, geen structurele reden, geen organische reden bekend waarom dus het urineren niet goed zou gaan. Dus oedeemvorming, dat past bij Apis, Provista, Canica bonicum, Aceticum acidum en vooral dus met de functionele stoornissen. Daar hebben we het over gehad. Een groot verschil met Apis is bijvoorbeeld dat Apis heeft het over het algemeen warm en verbetert door de kou en verergert door de warmte. En hier is dat precies het tegenovergestelde, zie je dat? En dat is nou heel belangrijk, want als je dus een patiënt hebt met oedeemvorming en die lijkt heel erg op Apis, maar die kan niet goed tegen de kou of juist niet warmte dat juist echt opgezocht wordt, dan moet je dus aan dit soort middelen denken. En het is ook handig om dit soort middelen dus bijvoorbeeld bij Apis te vermelden. Want dat zijn zo'n kleine middelen waar je vaak niet aan denkt. Ja. Een ander verschil is, Apis is dorstloos, terwijl dit middel juist heel veel dorst heeft. Maar, als ze iets drinken, krijgen ze onmiddellijk last van hun maag en gaan ze het ook overgeven. Net zoals, fosfor heeft dat heel sterk en nog een ander middel dat bijvoorbeeld specifiek voor maagklachten gegeven kan worden. Die heeft dat niet zo snel met dat overgeven. Ja. Bismuth. Ja. Die lijkt wat dat betreft qua maagklachten heel erg op fosfor. Ook een groot verschil is bijvoorbeeld qua karakter. Apis is zeer outgoing, zullen we zeggen. Extrovert, dat huilen zonder reden. Kan jaloers zijn, actief. Terwijl apocinum heeft juist meer gereserveerdheid. Lijkt veel meer op natrium ureaticum. Dat is ook belangrijk, tijdens het pijn, geïrriteerd, schreeuwen, huilen, dus dan is het gereserveerdheid overboord, zullen we zeggen. En dan kunnen ze wel zichzelf uiten, want dan zijn ze heel geïrriteerd, net zoals bijvoorbeeld HEPAR. Aconitum heeft dat ook heel sterk, Coffea, allemaal middelen die heel erg gevoelig zijn voor pijn. Oh ja, chamomilla, die heeft het ook nog zeg. Ik was even denken, ik ben eentje vergeten. Ik heb ze naast elkaar gezet, even kijken of dit allemaal klopt. Veel dorst. Ja, volgens mij klopt die wel. Dus hier zie je die verschillen die ik net heb benoemd, nog even naast elkaar. Eén is warmbloedig, koudbloedig. Kou verbetert, warmte verergert. Dat is precies het tegenovergestelde. Dorstloos, veel dorst, eentje staat verkeerd. Oh ja, en de oedeemvorming kan zijn tijdens de menstruatie of rondom de menstruatie.
dat mensen echt opvallend, vrouwen dan opvallend, veel last krijgen van oedeem.